Welcome, this is the Energy Vibration. Ladies and for the Boat Scotter Sun Moon and Rising sign for the 20th week of September, the week begins from 7 to 10 met 13. It would best well second bedong for the terugkomst. The week is over Beskermen. Yes. Het heeft mee te maken met bescherming van je financiële zaak. Het heeft mee te maken met bescherming van je familie. Het heeft mee te maken met bescherming van je vrienden en de eind van some sort of a conflict. Maar dat is de energie van de ster in de onkeer. Dinsdag looked energy, tweede look energy. Dus maandag en dinsdag is echt looked energy. Dat betekent communicatie of some sort of a snel situatie dat gaat even out, okay? Some sort of a echt snel situatie. Dan woensdag en donderdag is water. Woensdag en donderdag is water. En vrijdag en zaterdag is vuur. Zondag is waar je probeert samen met de familie some sort of a balance te brengen in de familie. Ik zie some sort of a situatie met conflict met geld. Nummer 10 is de energy voor deze week. 10 is altijd 1 en 0, omega. En 1 is over positive, is over the opening van some sort of a portal waar daar komt some sort of a transition. Dus de energy van de ster heeft mee te maken met de 10 van pentacles en is zo issue en de situatie op de workfloor of met je werk dat heeft mee te maken met heel veel geld, je staat stevig in je schoenen. A transition komt op sommige van jullie, a transition met een ram. Deze ram, whatever the issue en de situatie is, a huge transition komt op voor een ram. De eind voor een ram om de cirkel op te komen, de ram en wat de ram heeft gedaan. En hoeveel geld deze ram heeft genomen, dat was niet van ze. Dan zien wij een situatie, een onderzoek is niet over. De waarheid over de ram en heel veel geld is nou even boven water, is gekomen. Mens begint om te zien hoeveel geld deze ram heeft genomen. En hoe deze ram komt om de geld. En het heeft mee te maken met jullie boodschappen mensen. Ik ken dat je helpt deze ram om deze geld bij te komen. En mens gaat het nou zien. Een vriendschap is nou over met een vis, kreef of scorpion, een man of vrouw. Whatever the issue en de situatie is. Ik zie dat deze vriendschap is over met deze persoon. There was conflicts over geld, conflict over werken. En ik zie dat deze vriendschap is nu over. Mensen komen achter de samenwerking van jullie en deze persoon. En ik zie dat de vriendschap en alles is nu behind ook. En ik heb mee te maken met de Scorpio met je persoon. Waar ik zie gewoon een abrupt eind met deze relatie. Omdat mensen hebben altijd gezien wat is gespeeld. A visgrave of scorpion at your vrouw wil niks meer. Ze wil geen connectie. Ze wil gewoon geen meer conflicten. Ze heeft zoiets als liefde. En ze wil gewoon een eind met de issue of de situatie even te oplossen en realiseren. Dat ja, this is too veel. Whatever the issue, the conflicts and the situatie. Zij zegt, okay, genoeg, genoeg, genoeg. Dus ik kan dat jullie zijn moeder. En jullie zijn, wow, this is genoeg, genoeg, genoeg. Ik wil niks meer hiervan hebben. Ik wil deze conflicts gewoon over. Jullie hebben zo in connection met de Leo gekomen. En deze Leo have created some sort of issue en problemen. Misschien is je kind, vader of moeder. En jij bent zo, het is genoeg. Ik heb genoeg hier aan. Ik wil het niet meer. Ik wil gewoon even rust hebben. En dat is het. Sommige van jullie had gehoopt voor some sort of communicatie binnen te komen van een Leo. En je blokt de communicatie omdat je wil
geen meer connectie, geen meer contact met de Leo. Ik zie dat whoever is a fiscrief of scorpionetje, have gewoon zo als, ja, geen meer connection. Ik wil het niet meer. Ik heb zo genoeg van. Dus ga eens even kijken naar de fiscrief of scorpionetje lezen om te zien wie is deze persoon. Is dit een zus of een moeder? Dit komt op als een moederfigure of zo. Het is een some sort of a kennis van de familie of zus of of je vrouw, maar het is zo als deze persoon wil echt geen meer communicatie. Deze persoon is zo blijf weg. Ik hoef niks meer te horen. Kan je alsjeblieft laat mij met rust. Dus whatever the issue in de situatie is, er was some iemand heeft creëert some sort of a falsheid or some sort of a issue, heel veel conflicts. En now it is over and ik zie dat iemand staat op en zegt, ja, genoeg. Ik zie dat sommige van jullie proberen balance te brengen terug in de familie. Je probeert even balance te brengen in de familie en probeer even een makkelijke situatie te creëren. En ik zie dat dat wordt gebeurd. Dan wat zien wij is dat sommige van jullie een offer krijgen van een scorpion. Ik zie dat this offer, as you name it, it gaat create heel veel financial stability. Dan zien wij dat some sort of a conflict is now over. Ik zie sommige van jullie staan stevig in je schoenen op je werk. En stevig in je schoenen dat some sort of geld moeten terug en stevig in je schoenen vanwege een story dat ik zie dat sommige van jullie have some sort of an issue en je moet best wel even gaan laten zien waar je de geld van heeft gekregen. There is some sort of a problem, an issue, and situatie dat sommige van jullie kind gaat meegemaken. And ik ken dat is je kind dat heeft meegemaakt heel veel issue en problemen. En this is now over. A balance come in. This is now over. En ik zie meer stel van jullie. Pak de stukjes op. En ga even verder om te creëren. Some sort of a balance in your world. En balance met je family. En resolution met een situatie. Waar een Leo have created heel veel issues en logens en deceptiveness en now the waarheid komt even boven water. En now wil je so it says, it is good, it is over, laat me even met rust, okay? Dus ik ga even naar de maandelijke lezing gaan kijken. Zie wat komt op in de tweede week in de maandelijke lezing. Omdat daaruit kom je achter precies wie en wat is gespeeld. Heel veel geld komt binnen. Misschien is de return van geld dat was uitgeleend. Heel veel van jullie probeer gewoon om te focussen op je werk. Te creëren je eigen wealth. Daar was een transition. Kom op met sommige van jullie financial stability. Whatever conflicts and issue that sommige van jullie hebben met de kind. This is now over. Je staat stevig in je schoenen. En je kiest om gewoon een rust in je life om te krijgen. Het is een week met heel veel geld. Is hier voor jullie. En een prachtige week. Waar de weekend probeer je gewoon te genieten. En bring zeer balance back in je family. Namaste, tot de volgende keer.